Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. We zijn vandaag weer terug. En we hebben nog steeds te weinig geslapen. Hey, leuk dat jullie er allemaal zijn, jongens. We zijn vandaag hier voor de muur. Het is net nacht geworden, dus we gaan waarschijnlijk allemaal beesten spannen. Maar ik sta hier met een bijzondere reden. Omdat vandaag het eerste gedeelte van mijn plan gaat zijn een nieuwe muur bouwen. En dan niet deze vervangen. Nee, daar. De tweede muur bouwen. Terwijl ik mijn intro opnam, kon ik het niet laten dat ik die opviel dat hier een groot steenblok is gebouwd. Maar wat is dit? Is dat van René haar cave? Oké, nou, dan gaan we daar niet kijken. Maar leuk dat jullie allemaal zijn. Welkom bij de video, jongens. We gaan voor 2000 likes. Wederom, kom op, even liken, jongens. We zitten inmiddels bij Content Veen aflevering 7. En bij 7 is het heel bijzonder, want er is een heks gespand. En wat is de heks van... Wij wonen tegenwoordig nog steeds in Rick's en huisje. Maar dat is eigenlijk nu mijn huisje. Wat hoor ik? Hallo? Wat is dit? Hallo? Het is dichtgebouwd hier. Hè? Ik word gek! Oh mijn god, wat is dit? Iemand... Oh, welke loser heeft dit gedaan? Wie heeft een heel vervelend tikje gedaan? Oh, hij heeft ook echt zijn best gedaan. Dat ik een kist open. Oh mijn god. En het blijft... Wat vervelend. Oh mijn god, ik ga het systeem niet kapot maken. Maar ik wil eventjes... Oh mijn god, ik ben gewoon getrold. Oké, deze vind ik heel leuk, jongens. Deze vind ik oprecht heel leuk. We gaan even zo, we bouwen het weer dicht. Oh, ik ben gewoon echt goed getrold door iemand. Ik weet niet wie dat gedaan heeft. Je hoort het ook gewoon, hoor het. Je hoort de piste en hoor je afgaan. Ik ben gewoon goed getrold, jongens. We moeten uitvinden wie dit gedaan heeft. We moeten uitvinden wie mij getrold heeft. Dit kan niet zo. Maar wat een begin, hè. We zijn gewoon met een irritante noodblok zijn we getrold. Die boom hier moet ik ook weghalen. Maar dat klik, 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 klik. Hij doet het nog steeds. Maar goed, leuk dat jullie er allemaal zijn. Jongens, het is inderdaad, zoals ik net al zei, tijd om hier een prachtige tweede muur te gaan bouwen. Om in ieder geval het begin. Nee, nee. Er is meer! Waar is het? In René de Cave? Ah, oh, het is een dubbeltrol. Waar komt het vandaan? Er is hier nog een trol. Klik, 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 klik. Waar is dat dan? Sowieso hieronder. We gaan even spieken, jongens. Iemand heeft getrold. En het is een heel vervelend geluid. Ja, ik heb het spoor gevonden. Iemand heeft hier echt veel sterk zijn best voor gedaan. Ja, daar is hij. Die stoppen we ook eventjes. Oh mijn god. Iemand heeft echt, echt zijn best gedaan om mij en René te trollen. Maar ja, ik heb René gelijk geholpen door middel die van, door die van haar ook weg te halen. Want ik werd er zelf ook helemaal gek van. Zo, het geklik is over. Laten we dan nu eindelijk beginnen met de muur zoals ik al 3 miljoen keer heb gezegd. Maar ik ben telkens gek van een klik, 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 klik. En we moeten uitvinden wie het was en dan gaan we hem terugbrengen. Dit kan niet ongestraft, jongens. En het zou ook niet ongestraft gaan. Maar goed, het begin van deze aflevering is ik die al deze bomen even weg ga halen. Maar dan moet ik ook een schaartje hebben voor alle leaves. Want dan kan ik gelijk weer in mijn winkel stoppen. Ik wil ook zo meteen even kijken in mijn winkel of iemand al iets gekocht heeft. Ik ben heel benieuwd. Ik denk het niet eerlijk gezegd. Maar we gaan het zien. We zijn inmiddels bezig met heel dit bos omhakken hier. Ik heb daar al heel veel leaves te pakken gehad. Kijk, echt best wel wat stek. En in de tussentijd hakken wij ook gelijk het hout om. Om vervolgens daarna dit bos te verplaatsen naar iets verder. Want waar dit nu al die bomen staan, daar komt eigenlijk letterlijk de muur. Oké, ik denk dat we wel elke boom hebben. We pakken die nog eventjes. En dan kunnen we denk ik... Ik zit even te kijken waar ik wil beginnen. Ik wil het namelijk niet al te groot. Maar ik wil het wel ook wel te groot, weet je? Dat ook wel weer. Dus we gaan het zo laten lopen. En dan, ik denk, misschien tot daar. Dat je dan ja, of juist iets verder nog. We zien het vanzelf wel, joh, hè? We doen het wel. Allemaal samen komen we erachter als één groot gezin. Nou, de uitleiding is neergezet, jongens. We hebben hier de eerste lijn gedaan. En dan weten we ongeveer ook hoe groot de vallei gaat... Oh, hoe groot de vallei gaat worden. Ja, want we hebben daar de muur en hier de muur. Ik denk dat hij dan wel zo groot genoeg is, hè. Dan hebben we hem, is hij niet al te groot. Dat is het leuke. En dan kan ik nog heel veel leuke dingen hierin gaan bouwen. Dit vind ik mooi. Hij is precies goed zo. Ik heb de eerste pilaren best wel hoog gebouwd al. En ik ben erachter gekomen dat dit echt veel meer hout gaat kosten dan dat ik had verwacht. Het gaat echt heel veel hout kosten. Want dit zijn basically allemaal bomen die ik net heb omgehakt. Die ik nu soort van terugplaats, maar dan in een andere formatie. Die is al zo hoog, met meerdere hoogtes. En die wil ik echt wel zo hoog gaan. Maar ik wil deze echt een stuk hoger brengen. Dus moet je nagaan, dit gaat zoveel hout kosten. Dus het wordt echt nog meer hakken. Ik vind het wel een heel leuk project. Gewoon lekker weer een beetje bouwen. Een beetje eindelijk dat er wat base progressie is. Is voor jullie ook veel leuker om te zien dan consistent met iets anders bezig zijn. Dus ja, laten we gelijk verder gaan. Oké, om even terug te komen op mijn niet genoeg hout heb verhaal. Ik wil mezelf wederom gelijk geven. Want het is echt insane. Ik ben nog steeds niet begonnen met de tweede laag. Ik heb nu de lijntjes zo gemaakt, zodat het één grote lijn wordt. Net zoals ik daar toen gedaan had. En ik heb nog maar 45 blokken over. Het is echt, ik kan nu beginnen met verder omhoog bouwen. Ook al moet ik nu wel de poort ook nog een beetje gaan maken. Gaan beslissen hoe ik die maak. Je ziet het. Het gaat hout kosten. En veel ook. Moet je nagaan hoeveel steen het gaat kosten. Het gaat alleen nog maar meer steen dan hout kosten.
Want hout zijn alleen de pilaren en het moet helemaal gevuld worden met steen. Dus dat wordt er ineens winkeltje maar vaker leegkopen. Het leuke aan deze muur is, jongens, is het houdt helemaal, eigenlijk helemaal niemand tegen. Het is niet alsof het monsters tegenhoudt, want er zit gewoon een grote open poort in. Dus iedereen kan er zo dwars doorheen lopen, maar het is gewoon puur... Het moet de vallei gewoon één geheel maken. Nu is het gewoon nog steeds open met de grote boze wereld. En het moet gewoon één geheel zijn. Wat doen hun daar? Wat doen hun daar? Hallo? Wat doen jullie hier? Oké, dat was apart. Rick vroeg aan mij, heeft iemand redstone? Ik zeg ja. Hoeveel? Ik zeg 40 blokken. Hoeveel heb je er precies? Ik ben erg geïnteresseerd. Zegt, ik wil het zeker weten. Ik zal even kijken. 44. En toen, that's it. En toen stonden ze hier op de berg. Dus ik denk dat Rick en Justin de stomme rotgrap op mij hebben uitgehaald. Nou, de leuke grap. Over dat geping wat je aan het begin hoort. Dus wat ik ga doen om ze terug te pakken, is alsof het niet gewerkt heeft. Dat ik niks gehoord heb. Degene waar jullie het over hebben en zo. Ik zie je al. Ik heb je al gezien. Ik heb je al gezien. Allebei. Wat doen jullie hier? Ja, we waren Kingdom Tooter aan het bespieden. Ja, waarom? Ja, om te kijken wat je aan het doen was. Waarom had je redstone nodig en terwijl je hier stond? Waarom? Ja, wacht, kom mee. Oké. Okay. Ja, welke, hoeveel redstone had jij? Want ja, ik heb redstone nodig. 44 blokken, meer niet. Hier. 1, 2, 3, 44. Wacht. Wat? Wat? Nee, even kijken. 44 blokken. Ja, wat wil je ervoor hebben? Wat wil je hebben? Dat is de vraag meer. Ja, ik ga redstone niet zomaar verkopen. Een diamond? Hoorde jij net wat toevallig of niet? Nee, wat dan? Moet ik iets horen? Dat is echt verneukt gewoon. Wat is verneukt? Wat hoor ik? Hoor je nu? Nu hoor ik wel iets, ja. Ja, oké, wel. Hoe in vreesnaam heeft het niet gewerkt? Hoe werkte dit niet? Justin. Hoe werkte dit? Wat hebben jullie gedaan dan? Wat hebben jullie gedaan? We hebben één zieke prank gemaakt gewoon. Het is gewoon niet gelukt. Echt? Oh mijn god, dat hoor ik. Het is een vervelend geluid. Rick, maar waarom werkt het niet? Hoe heeft het niet gewerkt? Dat weet ik niet. Wat is jullie prank? Ik snap het niet. Kijk, we hebben het 100 keer getest. En nu werkt het echt. 100 keer. En nu werkt het gewoon ineens. En nu werkt het niet. Oh, dat meen je. Ik heb geen idee. Oprecht. Waar gaat het helemaal heen? Ja, nee, wacht. Kom even terug. Waar gaat het helemaal heen? Kom even terug. Kijk, we hadden een ding gemaakt. Ja? Als deze kist open gaat. Ja? Nou, werkt goed jullie systeem. Nee, de tikken. Jullie hadden beter kunnen voorbereiden, zou ik kunnen zeggen, jongens. Iemand heeft dat kapot gemaakt, ouwe. Dat kan niet anders. Nee. Ja, maar iemand is hier al geweest. Iemand heeft jullie prank gesloopt. Ja. Wat kut. Alles was open. Echt? Wat kut. Want dit was het idee. Wat een lul. Ja, deze. Oh, vervelend getik. Dan ben ik oprecht blij dat ik dit niet gehoord heb. Anders zou ik helemaal gek worden. Hier nog één. Ja, hier nog één. En eentje helemaal bij Rini's baan. Eentje helemaal bij Rini's baan. Daarmee, ik ga er één. Oh, ben ik blij dat ik dit niet gehoord heb. Ja, maar ik weet niet hoe het niet iemand... Oh, dat vind ik echt lullig voor jullie. Dat jullie een prank gemaakt hebben. Ja, ik ben hier wel... Oh, vervelend getik. Maar hier bij René doet het ook niet. Hier gewoon niks, inderdaad. Waar hebben jullie dit gedaan dan? Ja, hier bij het bed. Iemand heeft hier die redstone weggehaald. Oh mijn god. Jullie zijn gewoon echt gesaboteerd. Ik weet het al. Jij wist het. Jij wist het al, hè? Jongen, ik was 5 minuten online en toen ging dat getik af. Ik heb gelijk alles gesaboteerd. Alles wat jullie gedaan hebben, ik denk om terug te pakken, ga ik doen alsof ik niks heb gemerkt. Nee! Alsof ik geen idee heb waar jullie het over hebben, maar heerlijk was dit echt eventjes om jullie zo terug te pakken. Maar waarom had je niet dichtgebouwd? Als je dit had gebouwd, omdat jullie nu helemaal gingen speculeren. Het was zo mooi. Ja, tuurlijk. Oh, wat in ieder geval, je schrok toen wel. Nou, ik schrok niet. Ik vond het gewoon echt uitermate vervelend tik, zoals nu nog steeds. Had je die ook gehoord? Ja, die ook. Ik liep zeg maar, ik was er eindelijk vanaf. En toen dacht ik, nou oké, nu ga ik mijn ding doen. Dus ik loop naar buiten en ik kom hier, ik hoor nog steeds tik, 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 tik. Ik denk, wat hoor ik nou nog? Ik heb nog hierheen gehakt, onderdoor. Heb ik het gevonden. Rottikkie van jullie. Maar ik dacht om jullie terug te pakken. Ik wist dat, sowieso toen jullie daar stonden, wist ik, oké. Toen je überhaupt over redstone begon, toen wist ik het al. Want ik denk, ja, hè, waarom, je gaat niet verder in de... Ik wil precies weten hoeveel redstone je hebt, weet je. Ja, zodat jij in die kist ging kijken. Maar hij was wel goed, hè? Ja, hij was wel leuk. Want ik keek al heel snel in mijn kist natuurlijk, omdat ik ijzer wilde pakken. Maar net toen Rick hier ook stond, toen hoorde ik het. Ik dacht ook wel van, ik ben benieuwd wat zijn reactie is. Ik hoorde die piston. Ik denk, hoe hoort hij nou niet die piston? Ja, maar je kan je notebox uitzetten. Ja, maar ik hoorde alles. Maar ik dacht, ik hou jullie even voor de gek, omdat jullie mij voor de gek houden. Nou, leuk hoor. Oh, wat kut. We hebben hem te pakken. Maar, het was, jullie waren zelf minder blij dan verwacht. Dat is wel leuk. Ik heb 2 hartjes. Doe het niet. Nee, doe het niet. Oh, ik sloeg jou per ongeluk. Ik dacht dat jouw cobblestone was. Oh, nee, wat gebeurt er? Nee. Wat gebeurt er? Ik heb heel veel. Oh, mooi.
Nee, ik ga je niet killen. Ik ga je niet killen. Ik beloof dat ik je niet kill. Wat vinden jullie van mijn muur? Maar heb je ook een keer voedsel of zo? Wil je voedsel? Ja. Moet je naar René de Winkel gaan? Ik vertrouw echt niet. René de Winkel, als je een diamond meeneemt, heb je een stack eten. Oh, dan moet je 2 diamonds meenemen, sorry. Ja. Ik vond het heel leuk dat jullie gewoon echt even goed te pakken hadden. Ja, maar wat? Nee. Ik heb honger. Ik heb wat eten voor je. Ik heb eten voor je. Kom, oprecht. Hier. Pak maar. Pak maar dan. Pak nou. Kom maar, het is veilig. Als je dit doet, hè? Nee, ik beloof het je. Pak maar. Pak dan. Ja. Nee, kom maar. Ik deed dat expres. Jongen, ik had er wel inschatten wanneer ik je wel niet kan raken. Je pakt visjes maar. Oh, wat mooi. Oké, jongens, we zijn onderweg naar het winkeleiland. Daar gaan we even kijken of wij nieuw eten kunnen regelen voor mezelf. Want ik weet dat ik letterlijk nog maar 6 visjes heb. Dus dat is, ja, basically op. Dus ik moet even... En ik heb geen zin om mezelf een farm te maken. Ik ben een beetje live voor. Dus we gaan naar René haar winkeltje. Ploppen even 2 diamonds neer. Pak even 2 halve stack eten. En dan zijn we weer helemaal goed. Kijk, het vertrouwde winkeltje. Huh, er staan hekken hier. Wat doen hekken nou hier? Oh, er is een nieuw winkeltje. Oh, dan gaan we zeker even kijken zo. Altijd leuk als er een nieuw winkeltje is. Dat vind ik echt heel leuk. De prijzen zijn nog steeds hetzelfde. 1 stack voor een half. Of een half stack voor 1 dia. Dan doen we gewoon weer hetzelfde. Doen we gewoon cooked cold. En dan ploep, ploep. René weer. Oh, mijn diamond zwaard. Die moeten we wel terug doen. Heeft René ook weer winst gemaakt. Ik heb weer nieuwe visjes. En dan gaan we even zeker snel spieken of iemand iets bij mij gekocht heeft. Niemand heeft nog iets gekocht. Sad gamer moment. Maar dat komt nog wel. Mensen gaan het op een gegeven moment nodig hebben. Als grote projecten starten, gaan ze het nodig hebben. We gaan kijken wat dit nieuwe winkeltje is hier in het winkeleiland. En het is... Betalingen hieronder in de barrel. Mendingboekje 25 dia. Oh, ze heeft mending. Wat lijp. Oh, maar ook echt veel. Wow, die heeft een zieke villager. Dus 25 dia voor 1 mendingboekje. Oké, dat is goed om te onthouden. Ik ben nog veel te skeer om überhaupt 1 mendingboekje te kopen. Dan ben ik al mijn diamonds kwijt. Maar dit is een heel goed winkeltje om te onthouden. Want uiteindelijk ga ik mending nodig hebben. Hallo? Hey! Ah! Waarom moet je gelijk slaan? Politie, geweld, help! Waarom moet je gelijk slaan? Gewoon hoi zeggen. Dat is mijn manier van begroeten. Hallo. Ja, pijnlijk. Het chillen is als ik aan deze muur werk. Het hout blijft gewoon lekker doorgroeien. Dus ondanks dat het hout telkens wel op is en ik telkens moet hakken, is het wel fijn dat ik weet, elke keer als ik het nodig heb, is het gewoon wel weer gegroeid. Moet ik even hakken, plant ik het gelijk terug allemaal, gebruik ik het weer en dan weet ik zodra het weer op is, kan ik het gelijk weer hakken. Oké, ik denk dat ik hem nu qua hoogte, dat ik hem al helemaal perfect heb. Ik weet het nog niet zeker, dus ik zal even checken. En ik denk als ik hem zo zie, dat hij wel echt al hoog is gewoon. Ik weet niet, zou ik hem nog 1 hoger maken? Want dan is het misschien wel echt impressive, weet je? Wat voor ziek muur je dan hebt. Ik vind het moeilijk, want die is op zich al... Als ik hem zo zie, dan is hij maar eigenlijk 1 laagje hoger vergeleken met die. En ik wilde deze muur, zoals ik zei, ik wilde hem echt impressief groot hebben. Dus ik denk voor het effect dat ik hem gewoon nog 1 groter maak. Zodat hij letterlijk dat ik weer zo'n lijn erop plop en dan nog 1 laag hoger maak. Maar dan, hier is hij 4 hoog. 5 hoog. Hier is hij ook 5 hoog. Hier is hij nu 4. Zien dat ik nu de laag al doe en dan daarna 3 hoog doe. Ja, dat gaan we doen. We doen dan nog een 3 laagste drop en dan is hij echt nog een stukje groter. Maar daarvoor moeten we eerst hout hakken. Wisten jullie, jongens, dat terwijl jullie dit kijken, ik waarschijnlijk nu gewoon lekker in Italië zit. Aan het zwembad of aan het strand of zo. En dat het eigenlijk al zo is met de afgelopen, wat is het, 5 video's die jullie waarschijnlijk gekeken hebben. Dus de volgende aflevering, dus waarschijnlijk de aflevering na deze aflevering, die jullie gaan kijken, is er niet in mijn vallei heel veel veranderd, maar waarschijnlijk wel in de map bij de andere spelers die ook meedoen. Waarschijnlijk is er bij hun wel al heel veel veranderd. Ik zit nu op het punt dat als ik van de muur afval tijdens het bouwen, jongens, dat ik waarschijnlijk gewoon dood ben. Dus daar moet ik echt heel goed voor oppassen dat dat niet gaat gebeuren. Dat ik wel gewoon blijf leven tijdens het maken van deze muur. Want ik heb geen zin in dat ik een geschiedenisboek inga. De mensen die aan deze muur gebouwd hebben zijn gestorven. Ik wil gewoon een veilige muur hebben waar iedereen vrolijk aan meegewerkt heeft. En met iedereen bedoel ik eigenlijk alleen mezelf. Oké, nu ik hem zo zie, heb ik geen moment spijt van het feit dat die muur een stuk groter nu is. Kijk, moet je zien. Nu zie je duidelijk het verschil tussen die hele kleine hier en echt die hele grote megamuur hier. Dus overduidelijk nu een verschil. Dus dat is top. We gaan hem even afbouwen met die randjes, zodat het hele frame af is. Plaatsen we daar ook nog stairs op de plekken waar stairs moeten. En dan is hij eigenlijk ready om, ja, met stone gevuld te gaan worden. En dan daarna na afloop nog veel details erop. Ik denk dat we steen erin doen en zo, dat dat zoveel werk gaat worden. Het ding is, jongens, hij is echt ontzettend breed. Moet je nagaan als hier allemaal dirt en gras overheen moet. Moet je zien hoe breed hij is als je vanaf hier kijkt. Dat is echt insane. Laat ik nu de laatste dingen gaan afmaken. Dat gaat erg simpel zijn. Dat wordt namelijk de laatste lijn even leggen gewoon. Dat is namelijk zoals hier en hier en hier. Moet hier overheen ook nog een lijntje zo. Helemaal daarheen. Zelfs aan deze kant. Dat is op zich een beetje een gedoe. Maar voor jullie duurt het allemaal niet zo lang, hè.
Oké, jongens, ik ben nu de laatste paar blokjes hout aan het hakken. En dan is het frame echt af. Ik hoef denk ik maar... Ik denk dat ik het bij deze boom even laat. En dan kan ik het aan jullie laten zien. Ik hoef echt letterlijk nog maar iets van... Wat is het? 8 blokjes of zo te plaatsen. En dan is de muur gewoon qua frames is hij helemaal af. Het is zo groot geworden. Het is echt insane hoe groot dit is. Hier, dit is de eerste, de tweede, de derde. Kijk, zie je? Ik hoefde hier nog echt nog maar een paar blokjes. En dan is het frame is letterlijk nu af. Trouwens, ik moet beseffen nu nog best wel veel stairs hier en daar tussen plaatsen. En dat gaat echt een hel zijn. Maar daar, dat, ja, dat moet ik op al die tussenpaaltjes doen. Kijk, kom ik hier beneden veilig? Ja, vast wel. Hoppakee. Kijk, en dat zijn namelijk al die tussendingetjes. Moeten allemaal stairs en slabs op. Heel gedoe. Maar ik heb in ieder geval geen locks meer nodig in dat opzicht die ik moet plaatsen. Want die zijn allemaal geplaatst. En jezus, wat is het groot. Imagine dat die ook gevuld gaat zijn met stenen zo. Daar voelt het gewoon veilig hier. Dan moet ik het gewoon een beetje goed belichten nog. Maar dan het idee dat het hier veilig is, is gewoon echt top. Ik wil even langs bij Rick en Justin. Want die zijn met wat bezig, zag ik volgens mij in de achievements. Ik wil even weten wat ze allemaal aan het uitspoken zijn. Ah, Rick is weer een hobbithuisje aan het maken. Onder zijn huidig huisje. Rick, waarom bouw je nou weer een hobbithuis? Hey, jij bent hier alleen. Hey, ik ben hier Rick ook. Is er ook. Je bent weer een hobbithuisje aan het bouwen. Kan je het niet laten ofzo? Een villager. En hier zit jullie... Oh, jullie villager. Ja. Oh, jullie willen net... mending. Die heeft Anne al. We hadden net een mending boekje kunnen krijgen voor 1 boekje. Echt? Ja, maar hebben we niet gedaan. Dat is niet leuk als Anne net. Nee, ik wil zeggen, Anne heeft het al. Dus jullie willen wat anders. Welke willen jullie? Waar hopen jullie op? Geheim. Oké, en dat krijgen jullie dan krijgen te zien in de shopping area zeker? Nee. Misschien. Misschien. Oh, dat is wel een hele goeie, Justin. Nee, maar dan kun je het ook bij ons doen. Ja, oké. Nee. Nu vind ik het geheimzinnig dit. Nu vind ik het allemaal geheimzinnig. Ik kom gezellig langs. Doei! Het was wel gezellig dat je er bent, hoor, Mark. Ja, ik ben niet welkom. Ik zie het al. Ik ga wel naar Jordi. Oké, volgens mij zijn we er. Even kijken. Ja! Zo, Jordi heeft zijn tempel geüpgraded. Er staat nu gewoon echt een hele grote tempel boven de berg. Zo, hij is wel lijp, hoor. Ik vind die lantaarns leuk gedaan. Met, gewoon met glowstone natuurlijk. En dan met, wat is het? Trapdoors en fences, zie ik al. Laten we even een leuke sign toevoegen. Max is echt cool. Die vind ik wel leuk voor op zijn muur. Want Max is echt cool. Nee, Jordi is weer geliefd. Nee, Jordi, ik was er net. Ik ben net bij Jordi en is hij geliefd. Zo, zijn tempel is wel echt gaaf hoor, moet ik zeggen. Als ik hem zo zie. Als ik zo die tempel zie. Heel lijp. Kijk, en dat huis van Anne is ook echt mega groot. Gaan we wel even Anne gedacht zeggen in plaats van Jordi. Hallo. Ik kwam helemaal hierheen. Jou en Jordi gedacht zeggen is, ben ik er eindelijk, loop ik omhoog. Liefd Jordi. Ja. Hoe is het hier? Dat is echt groot geworden. Ja. Je hebt echt een mega villa van een huis. Ja, en jij, jouw deals... Een villager. Ja, ik heb je winkeltje al gezien. Waar kan ik die villager vinden? Gaan we even boycotten, hoor. Oh, wat, hij heeft ook echt een leuk huis voor. Oh, je kan hem ook breeden, maar dan heb je er nog één nodig. Ja, ik heb hem helemaal ingezet. 18 emeralds. Ja, dus ik wacht op nog eentje. Oh, maar waar... Oh, voor mij is hij maar 1. Jij hoeft maar 1 emerald te betalen. Dus jij kan gewoon boekies farmen. Dat komt omdat ik hem heb... gered. Ja. Je hebt hem gered natuurlijk. Ik heb ongeveer zo'n 50 boekjes of zo. Jezus. Ja, ik heb ze allemaal gezien in de winkel. 2 en... Oh, en dat is ook gewoon een goede deal die je hebt. Maar ja, je gaat rijk worden van mensen. Als je ooit een keer zand of je bliefs nodig... Of je hebt dirt nodig, hè. Dus een mooie winkel, hoorde ik. Toevallig. Nee. Waar je altijd kan kijken. Wow. Dit is leuk. Ik moet ook mijn pad nog even veilig maken. Maar eerst moet ik mijn netherportal in het algemeen even beter maken. Dat ja, nu is. Nou, niet echt dat het pad veilig is, maar... Dit is al beter dan mijn pad. Mooier, oh, er komt een beest aan. Ik ga rennen. Oké, jongens. Door die portal zo bij Anne en bij Jordi te zien... heeft mij een idee te geven van mijn portal is gewoon weg te klein. Wij moeten een leuke plek bedenken waar wij onze portal gaan doen. Hij is namelijk te klein en hij is niet heel mooi. Het is gewoon letterlijk een random portal in de muur. Maar ik vind de plek wel heel leuk. Dat is wel de plek van de netherportal, weet je? Dus ik dacht, wat nou als we hem even wat groter maken en iets bijzonder, iets mooier, weet je? Maar ik weet niet, ik heb niet genoeg obsidian daarvoor. Dus dan moeten we heel even obsidian hakken. Zodra we dat hebben, kunnen we terug omhoog. En dan gaan we een betere netherportal maken. Oké, jongens. Ik heb inmiddels 29 obsidian plus obsidian dat op het moment in mijn portal zit. Dus ik denk dat ik dan wel genoeg heb om een iets grotere portal te maken. Ik weet alleen nog niet wat. Ik wil hem denk ik eerder hoog maken. Niet heel breed, maar gewoon lekker lang. Overdreven lang, wat eigenlijk nergens voor nodig is. Maar ja, dat lijkt me wel in ieder geval heel leuk. Oké, jongens, het proces van een veel te grote portal bouwen is basically begonnen. En ik denk dat ik nu de juiste grootte heb ervoor. Hij is echt heel groot. Maar ik denk dat het wel leuk is om zo'n portal te hebben. Ja, ga ik hem ook leuk inbouwen en zo. Ik denk dat het dan juist heel cool is om zo'n veel te grote nether portal te hebben. Dus laten we hem sowieso gelijk weer aansteken. Dus
stenen kop, dus ik moet wederom langs René haar winkel om weer spullen te gaan kopen. Want ik heb echt geen zin om het zelf te regelen. Maar ik ben hem volledig aan het inbouwen, de netherportal. Waardoor het lijkt alsof de berg hem eigenlijk alsnog, dat hij in de berg zit. Maar ja, dan is hij gewoon wat groter. En kijk, daarom heb ik het zo gedaan. Ik vond het wel een heel lijp idee. Ik vond het oprecht een heel lijp idee. Dus laten we even wat steen halen. Maar daarvoor moeten we eerst de netherportal aansteken. Want we gaan niet helemaal lopen naar het winkeleiland. Dus laten we hem aansteken, een diamond meenemen. Of wellicht twee diamonds meenemen. Nou, we zijn aangekomen bij René haar winkeltje. En laten wij gelijk even kijken wat het ook weer kost. 2 stack stone is 1 dia. Hetzelfde geldt voor andesite, gok ik. 2 stack andersteen is ook 1 dia. Oké. Weet je wat we dan doen? 2 stack andesite, 2 stack stone. Dan doen we zo en zo. En dan hebben we precies wat wij wilden hebben. En dan kunnen we weer terug naar huis. Dit steen gaan we gelijk gebruiken. We gaan het gelijk weer volbouwen hier. Het is eigenlijk gelijk ook een berguitbreiding wat we doen. Het is niet alleen gewoon goed voor het benedenpoort, maar het is gewoon een berguitbreiding. Kijk jongens, ik denk dat het zo wel leuk is hoe ik het nu heb genomen. Maar nog niet op de trap letten, die is nog niet af. Maar als je gewoon naar de netherportal een beetje al kijkt, zo weet je. Hij begint al goed in de berg te zitten. Ik moet misschien nog een beetje iets meer details toevoegen aan de zijkanten. Maar dit is toch zoveel leuker om zo een netherportal al te hebben dan dat we eerst hadden. Eerst was het zo'n standaard dingetje en nu is het gewoon leuk. Echt een custom made netherportal. Oké, jongens. Ik plaats de laatste dingetjes even. En dan vind ik het mooi geweest voor de netherportal. Dat is namelijk gewoon dit zo. En dan moet het wel mooi afgewerkt zijn. Ook van de zijkant. Anders is het niet goed genoeg voor mij. Kijk, dit is toch lijp, jongens. Ik ben hier zo blij mee. Als we die dan weghalen, is die denk ik officieel gewoon af. Ik vind hem wel mooi geweest zo. Oh, wacht. Er moeten lanterns nog hangen. Het is nog helemaal niet belicht. Als het nu nacht is, is mijn netherportal totaal niet belicht. Maar kijk het verschil met de oude netherportal en met de nieuwe netherportal. Ik vind het zo leuk gewoon, joh. En we hebben hier progressie gemaakt. Nee, de base progressie is vandaag zeker gegroeid. We hebben echt een leuke netherportal die gewoon helemaal in de berg is nu. Hij is aan alle kanten, heeft hij lekker detailtjes een beetje. Enige is dat ik hem volgens mij... Nee, kijk, er zit nog een gat van binnen. Dus dat moet ik nog even opvullen. Kijk, je hebt nu nog dit gat hier. Dus even kijken hoe we dat op kunnen vullen. Ik denk dat we dat gewoon met dit op kunnen vullen. Dat het toch helemaal niet uitmaakt. Nee, je ziet duidelijk het verschil dat het daar donkerder is. Maar misschien is het daarom juist lijp als ik de hele achterkant hier van dat donkere blok maak. Maar dat heb ik bijna niet. Dat is deep slate. We gaan even kijken of we deep slate hebben. En anders weet ik veel. Kijken hoe we op een andere manier eraan komen. Kijk, ik heb gehakt. Ik heb 35. Dat zal wel genoeg zijn om het af te maken. En dan weet ik nog 1 laatste finishing touch. En dat ga ik allemaal aan jullie laten zien zodra het af is. En dat is eigenlijk gewoon nu. En zoals ik al zei, nu. Het is gewoon al af. Moet je zien. Hij is klaar. Oh, ik vind hem echt heel leuk geworden. Marcus, kom. Hij is af de gang. Oh, ik moet zo meteen even naar Ido toe. Dan gaan we naar Ido toe via mijn nieuwe netherportal. Mijn is wel veilig. Oh ja, mijn netherportal is echt niet veilig. Ik weet het. Maar wat we dan even doen. Ik vind het misschien een beetje net te lief-achtig. Maar ik hou het even zo. Want dan kom ik als ik volgende keer terugkom. Dan kan ik denken van of ik het nog steeds te lief-achtig vind. Maar ik vind het wel echt heel leuk, de netherportal zo. Hij is echt... Ik ben heel tevreden ermee. Ik ben echt heel tevreden ermee. Hij is gewoon klaar. Af. We gaan nu even niet meer aankomen. We gaan naar Ido. Kijken wat Ido van me wil, rotjoch. Hallo? Hallo? Kom, hey. Follow me. Oh, hier is jouw pad. Oké. Hey! Oh, wat fuck jullie pad. Het wordt heel netherachtig ja, hier. Epic, right? Ja, echt leuk. Ik heb ook een nieuwe. Wat vind jij van die brug? Leuk. Leuk gedaan. Epic, man. Ik ben echt blij gewoon. Ja, dat is nice, you know, toch? Ik vind hem leuk. Ik ben echt slecht in bouwen, dus you know... Nou, maar dan is het toch juist leuk. Daarom, ik wil het zeggen, dan is hij juist leuk. Dude, fuck off. Nice, dude. Lekker jungle-achtig hier. Het is heel natuurachtig hier. Echt epic. Dit is een soort altaar of zo. Oh, dus dierenbende. Oh. Oh. Epic, man, hoe het hier is. Ik ben hier nog nooit geweest. Het is de eerste keer dat ik hier ben. Welcome inside. Echt heel leuk, jullie plek. Jullie aquarium ook met die axolots erin. Dat je dat bij jullie trap hebt. Ja, yeah, right. Echt heel leuk, ja. Nee, echt heel leuk, jullie huis. Vind jullie beest echt amazing? Ik ben echt happy ermee. Jullie hebben echt een amazing beest, of hè? En ik ben hierboven. Hier kan je zeg maar naar boven, naar onze mini-zolder. Ja. Hier ben ik een enchanting table. Oeh. Maar ik nog een paar dingetjes erbij. Wat zeggen, hij heeft nog een paar nodig. Echt amazing hier. Ik vind echt, vooral buiten vind ik het heel leuk. Zeg maar, al die bomen die je hier ziet, dit was gewoon 1 grote vlakte aan gras. Ja, maar dat is net nice dat jullie... Dit zijn jullie bomen die jullie niet mogen hakken, zeker? Ja, die hebben we inderdaad gewoon neergezet voor... Ja, sierbomen zijn dit. Amazing, man. Ik vind het echt heel leuk. Heel natuurlijk hier. Daar hou ik echt van. Daar ben ik ook met mijnen mee bezig. Alleen met mijnen duurt het wat langer, omdat ik het allemaal echt veel te groot wil doen. Oké, dan wachten we op Ido. Ido gaat even kijken naar mijn nieuwe netherportal. En ik ben er echt heel blij mee. Ik vind hem echt epic. Hello. Wow. Cool, hè? De gast. Lijp, hè? Die is groot. Ja, nice, hè? Ik wilde hem echt... Ik dacht, weet je, ik ga gewoon overdreven groot. Onnodig groot ga ik hem maken. Epic. Sick, right? Heel ziek. En ik dacht, weet je, je moet een soort van entree hebben als je hier komt. Weet je, kijk mijn muur trouwens, guys. Zeg maar, de funderingen zijn af van mijn nieuwe muur. Weet je hoeveel hout mij dit gekost heeft? Zo, gast. Dat heeft mij zoveel hout gekost. Maar uiteindelijk gaat hij dus zoals die muur daaruit zien. Alleen dan zeg maar 10 keer zo groot. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.
Bye. Bye. Bye. Oké, doei. Bye. En dan is dit het einde van de video van vandaag. Ik weet niet hoe lang die is. Ik weet wel dat ik bijna 3,5 uur heb opgenomen om dat te bouwen. Deze heb ik even snel gebouwd. Hey, René komt er doorheen. Hier heb ik niet zo heel lang over. Nou, hier heb ik denk ik legit maar, wat is het, 20 minuutjes over gedaan uiteindelijk over deze netherportal. Het langste was gewoon daadwerkelijk het steen hakken. Maar in ieder geval, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer allemaal zeker even als je hem nog niet hebt gedaan. Like even. We gaan weer voor 2000 likes. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Spreek je later, glaasje water, telt voor 4 flesje bier. Doei!